gisteravond hebben wij dus wel de sprint gekeken. Maar ik was te moe. Ik heb er niet eens over nagedacht om mijn camera te pakken. Maar was wel heel erg leuk. En gelukkig ben ik daarna best wel goed en best wel snel in slaap gevallen. En rond 1 uur of 10 kon ik het een beetje over mijn hart verkrijgen om hem wakker te maken. Want ik heb gewoon niet zo heel veel slaap nodig. Zico wel. Vandaag is weer een nieuwe dag. Is ook weer een nieuwe vlog. Is het nou de eerste keer dat het overdag zo regent? Nee. Oh, oké. In mijn optiek wel, omdat het al een tijdje geleden is. Maar ik geloof het meteen. We hebben Please Make the Room. Want het is echt zo'n leuk kamertje. Maar nu gaan we toch de regen trotseren, want we hebben gewoon trek. En maakt niet uit. Ik ben toch al zeiksnat van zweten en ik ga het zwemmen, dus het maakt niet uit. Het regent best hard. Nou, we zijn er en de regen is alweer een heel stuk gestopt en er is gewoon plek. Dat is fijn. Soms staan mensen hier wel gewoon in de rij voor, dus ik ben blij dat we gewoon kunnen zitten. We kwamen aan bij Suka en toen hebben we daar lekker gegeten. De pancakes waren echt super lekker. Oh, sorry. De pancakes waren echt super lekker. Het was ook inmiddels gestopt met regenen, dus het heeft helemaal niet zo lang geregend. Het is nog een beetje bewolkt eigenlijk, maar ik dacht als het blijft regenen, dan neem ik even een massage. Perfecte activiteit is dat dan. Maar het regent niet meer, dus dan vind ik dat eigenlijk een beetje zonde. Dus ga ik liever gewoon vanavond of zo. En zie ik al wel heel graag eventjes zwemmen hier bij het hotel. Dus dan gaan we dat nu eventjes doen. En het is ook nog, zeg maar, er zijn wat blauwe plekken in de lucht. Maar het is nog een beetje bewolkt, zeg maar. Maar de warmte komt alweer terug. En ik denk altijd maar, no rain, no flowers. En ik denk ook altijd dat locals blij zijn met regen of zo. Dus ik weet niet wat het is. In Nederland denk ik echt, wauw, regen. Dat is eigenlijk ook niet helemaal waar. Ik vind regen gewoon niet heel vervelend. Oh, en trouwens, het is inmiddels 13 november. Over 2 dagen zijn Zico en ik 5 jaar samen. Ben benieuwd. Hij zei, wat? Ja, ik ben benieuwd wat voor verrassing Zico voor mij in petto heeft. Ik heb natuurlijk een verrassing, zoals jullie weten. En, ja. Hè? Wat zei je? Wat heb je? Een verrassing. Wat dan? Ja, dat is een verrassing. Oh. Je hebt toch ook gewoon iets? Ja. Dat klonk niet echt overtuigend, zie ik. Nee, heb ik niet. Heb je niet? Moet ik iets hebben? Ja. Heb je toch al wat? Wat bedoel je? Nee, ik heb niks. Oké. Okay. Heb jij wel wat? Ja. Okay. Ik had gezegd dat daarom heb ik een heel groot verjaarscadeau gedaan. Wij gaan samen zijn. Schat, ik heb niks. Nee. Ja. Nou. Maar de paniek was best wel leuk om even te zien bij jou. Ja, ik dacht van, had ik toch gezegd. Ja. Nu even waar ik het over wil hebben. Het is dus de 13e vandaag. En de 2e van november heb ik dus mijn nagels laten doen. En misschien heb je die vlog wel gezien, misschien niet. Maar toen heb ik ervoor gekozen om mijn nagels kort te knippen. En ik heb daar echt niet spijt van. Want ik had dus 3 nagels gebroken. Dus het was gewoon lelijk, zeg maar. Maar ik ben wel mega blij dat ze goed aan het groeien zijn. Ik zal even de uitgroei nu laten zien. Best wel wel. Oh, sorry. Ik kom even een 10 ton er op bed. Je zat al toch? Leuk, leuk. Ik ben flink wat zwaarder dan Zico. Dus grap is leuk. Kijk, bij mijn wijsvinger is er een beetje lifting geweest. En domme ME heeft dat gewoon lekker weggebulkt. Want die had een beetje stress. Maar op zich, hier is het wel goed te zien nu. Dus de uitgroei is er best wel een beetje. Ik ben helemaal blij. En ik ga de 26e volgens mij ga ik weer. En dan ga ik voor een design die ik dus in Nederland al had uitgekozen. En waar ik echt een beetje zenuwachtig over ben. Als in, vind ik het echt zo vet? Of is het gewoon vet bij die persoon? Ik weet het niet. Want ik ga altijd een beetje voor veilige dingetjes. En toen dacht ik, nu niet. Oké, wij gaan zwemmen. Yes. Lekker? Hey, kijk. Wat is er? Als vanaf het internet niet doet, dan resetten we gewoon. Zie je de router? Yep. kijk eens. Ik knal gewoon iedereen eraf. Oh, en trouwens, morgen checken we in de villa. En ik vind het even heel leuk om het gewoon zo te zeggen, want het is ook echt gewoon echt een villa. Het is ook een villa, Amalas.
Amantes heet dit. Dit is Villa Amantes. Binging. Binging. En, maar we zitten dus met z'n 7 en 8 zo'n iets. Ik had het gisteren in de vlog van gisteren bedoel ik al uitgelegd. Of had ik het vanmorgen uitgelegd? Ik ben een beetje de momenten kwijt. Omdat we natuurlijk nu 2 avonden in de nacht de wekker zetten en wakker worden voor Formule 1. Hey, vanavond heb ik het niet. Vanavond weer. Maar, Zico zijn ouders, 2 broertjes en Marloes, die zijn onderweg hier naartoe. Marloes. Ja, mensen hadden het al geraden, maar inderdaad. Ze is mijn schoonzus nu. Dat is toch een fucking droom, jongen. Ja. Moet ik dit eruit knippen? Nee. Anders gaan we het sowieso vragen, ik kan het beter gaan zeggen. Ja, maar ja, we zijn niemand iets verschuldigd of zo om iets te zeggen. Nee, we zijn ook niemand wat verschuldigd. Leuk, hè? Ik moet je eerlijk zeggen, in het begin dachten Marloes en ik allebei wel een beetje van, oeh, hoe gaat dat zijn? Want we zijn nu beste vriendinnen en spreken en zien elkaar echt zoveel. En dan opeens zit zij ook aan de eettafel bij mijn schoonouders. Dat zijn nu ook opeens haar schoonouders. En het is alleen superleuk. Het is echt heel erg leuk. En misschien klonk dat wat ik nu net zei gewoon een beetje stom of alsof ik iemand iets niet gun. Dat is zeker niet zo. Het is gewoon dat je gewoon niet weet hoe het is. En dat we het gewoon niet wisten. En dat het gewoon een beetje spannend was. En dat we dachten, gaat het dan ook iets veranderen voor ons? Maar het is juist leuker geworden. Lager bij. En mocht iemand het zich afvragen, Marloes zou al hier naartoe komen. Eigenlijk met mijn verjaardag zou ze er zijn. En Zico's ouders en broertjes zouden ook komen. Precies wanneer ze er nu zijn, dus de laatste 2 weken van onze 4 weken vakantie. Maar nu ze een relatie heeft met Zico's broertje, komt ze gewoon ook. Dus superleuk. Nog leuker eigenlijk zo op deze manier. En ja, ik heb er gewoon echt super veel zin in. En omdat we dus met z'n allen zijn, konden we dus een fijn verblijf boeken. Oh, het onweert. Maar ik zie blauwe lucht aan die kant, dus ik focus daarop. Maar, En verder zitten Zico en ik altijd ook hartstikke geweldig, prachtig en mooi. Maar ik denk echt, en het is heel dichtbij hier, dus we blijven nog een paar dagen langer in Uluwatu. En wij hebben net dus erheen gereden en ik heb op de scooter een beetje gestaan met mijn camera zo gefilmd, met mijn telefoon dan. En er was niemand hoor, dus niet iemand anders die ingecheckt was nog of zo. Ja, en het zag er echt super vet uit. Dus dat zien jullie allemaal morgen. Nu ga ik even baantje trekken. Zico neemt best wel vaak, of gewoon lekker wanneer hij zin heeft, neemt hij een Bintang. Ik neem dan heel vaak niks. Of een kokosnoot. En ik had nu geen zin in een kokosnoot. Dus ik dacht, nee, ik neem niks. Maar toen zag ik een fles wijn staan. Toen dacht ik, weet je wat? Ik vind de wijn hier niet heel vaak lekker. Of je moet gewoon zo'n dure nemen per fles. En die zijn wel meestal gewoon heel erg goed te doen en zo. Maar ze vliegen dat natuurlijk allemaal in. Dus ik zeg, weet je wat? Ik wil een glass of wine. Dus zij zeggen, dat is 40.000. Dus ik denk, dat is helemaal niet zo heel veel geld. Want heel vaak zijn glazen wijn 85k, 90k, om en nabij, soms 100k, soms 110. Weet je wat verschilt? Dus ik dacht, 40k, lekker, doe maar er maar één. Maakt niet uit hoe die smaakt. Dus ik loop, of in ieder geval, ik wil weglopen. En ik neem de Bintang van Zico mee. Ik neem een glas wijn mee. Maar ze had de fles wijn nog niet terug in de koelkast gezet. Het is semi-self-service, zeg maar hier. Zeggen ze, je vergeet je fles wijn. Dus ik heb blijkbaar voor 400.000, niet voor 40.000, een fles witte wijn gekocht. Is die lekker? Nee. Nee. En we checken morgen uit. Dus ik moet vandaag een fles wijn op. Kunnen we meenemen? Ja, dat is super goed nieuws. We nemen hem gewoon mee. Maar in het zonnetje, in het zwembad, smaakt hij sowieso al een heel stuk beter. Oké, we zijn al een tijdje het zwembad uit. We hebben nog heel eventjes gechilled. Het is echt een chill dag waar we echt niks gedaan hebben eigenlijk. En nu gaan we lunchen en het is 5:10. Dus dat. Zico, jij mag bepalen wat ik aandoe. Waar heb je voor gekozen? Voor een jurkje. Let's go. Zat je goed? Schudden met de billen? Ik moest nog even naar de badkamer en ik denk ik laat mijn jurk hier nog eventjes zien. Het is wel een jurk die vind ik heel erg tekent. Dus dat beeld van net keek ik terug en toen dacht ik, dat durf ik niet in de vlog te doen. Maar toen dacht ik, doe normaal. Dat is nu eenmaal hoe die zit. En ik heb geen BH eronder aan. Dus het zit eigenlijk ook een beetje, is wel eigenlijk zo dat je dat wel zou moeten doen. Maar
Wie heeft er nou zin in een BH? Not me. We gingen eigenlijk gewoon even ergens heen om gewoon even wat te lunchen, snacken nog, zeg maar. Dus we kunnen nu kiezen van de appetizers van het dinermenu. En we zitten dus bij Gooseberry en dat is echt tegenover ons verblijf vanaf morgen. Dus dat is ook wel leuk, dan kunnen we tegen de rest zeggen dat het een aanrader is, ja of nee. En het is nu, omdat we natuurlijk best wel vroeg komen, happy hour. En weet je wat er op het cocktailmenu staat? Een Negroni, Spagliato. En ik heb dat nog nooit gehad en ik wil die TikTok trend. Ik heb je al een keer gezegd. Dat maakt helemaal niet uit. Zegt iemand, what's your drink of choice? Dan zeggen ze, Negroni, Spagliato. Nee. Maakt niet uit. Hij kijkt met vraagtekens naar me. Maar dat staat er dus op. En het is buy one, get one. Ik wil dat. Dat is lekker. Ja? Ja. Ik ben blij dat ik hier naar de Moscomio heb genomen. Ja. En wat ben ik? Lekker. Oh, het ziet er echt uit als perfectie. Nee! Nee, je krijgt niet meer. Je ziet het toch niet. Het is 2:55. Tot morgen. Ik moet nog koffers inpakken ook. Morning, we zijn aan het inpakken. Buiten zat al een koffer en een grote tas. Het heeft weer geregend vanmorgen. Ik denk een kwartier. En nu is het weer gestopt, maar... Nee, oké, ik zie wel heel veel lichte wolken. Dus het komt goed. Vandaag komt iedereen namelijk aan. En ik zou het zo vervelend vinden als je dan aankomt in de regen. Of als ze dan aankomen in de regen, zo moet ik het zeggen. Maar het komt allemaal goed. We hebben helemaal uitgecheckt. Alle spulletjes liggen eventjes hier. En het is weer echt best wel hard aan het regenen. Ik weet niet of jullie het gaan zien. Oh ja, hier kan je het al zien. Of in ieder geval, het is wel een heel stuk minder. Maar wij zitten dus gewoon even hier in de lobby te chillen. Of eigenlijk noem je dit gedeelte dus de woonkamer, zeg maar. Heel chill. En we gaan even ontbijten bij Hours. En daar zijn we nog niet geweest. Maar je rijdt er iedere keer vaak langs en er zitten veel mensen en het ziet er lekker uit. Het ziet er een beetje uit zoals Norris eruit ziet. Maar volgens mij is het niet dezelfde eigenaar, zeg maar. Maar ja, let's do it. We zijn bij Hours. Eet ook. Ik heb een broodje met koppa. Okay, we hebben lekker gegeten toch? Maar de service... Maar... Deze weg ga ik niet missen, want die was echt een drama soms met de scooter. Met de auto. Moet je ook heel langzaam eroverheen gaan. En soms zaten we achter in de auto en toen was het echt heel heftig. Maar ze zijn dus sinds, was het nou juni of juli? Juli dit jaar zijn ze pas open. Amant is waar we net zijn geweest. En ze zijn nog daarnaast aan het bouwen voor privévilla's en nog meer, zeg maar. Dus uitbreiding. We vonden het echt super tof. Leuke mensen die er werkten. Het was ook echt, ja, ik vind het woord vibe soms altijd een beetje richting, het hangt tegen cringe aan, zeg maar. Maar het was echt, ik weet niet, het voelde gewoon top. Mee eens? Ja. Hele chille vibe. Hij zei, hele chille vibe. Oké, we zijn als nieuw villa en we konden maar één manier bedenken om de tour te geven. Komt-ie. Hey. Kom erin! Oh, ik wist niet dat jullie zouden komen, anders had ik wel even opgeruimd. Maar ja, en welkom in mijn villa. Hoe chill is dit? Heel leuk, heel mooi! De andere kamer slaan we wel even over. Ik ben nog hetzelfde doen. Een paar minuten nog. Nou, kom verder. Soortgelijke slaapkamer.
We gaan eventjes de woonkamer keuken. Kom erin. Airco is even lekker aan het bloeien, want je hebt een hoog gebouw natuurlijk. We moeten even goed kunnen koelen. Zo, het is echt juist. Dat is het ook. Oké, hier. Keuken, eilandje. Ik was ook een kletsje met mijn gasten natuurlijk. Leuk, ja. Nou, hier gaan we nog naar de lounge kijken. Heerlijke lounge. Ik zit hier denk ik, nou, elke avond wel. En dan gaan we naar onze slaapkamer. Get ready. Dit is de slaapkamer. En dan gaan we natuurlijk nog even naar buiten, want jullie hebben het al gezien, maar ons zwembad. En ziet je. Hoe vet is het ziek? Nee, het is echt onbeschrijfelijk. En nu gaan we even opruimen. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar nu gaan we iets halen. Namelijk even een welkomstbiertje voor de rest en wat anders lekkers te drinken en wat gewoon wat lekkers dat zij er niet over na hoeven te denken. Dus dat is wel chill, dat gaan we nu doen. Ik blijf filmen, maar dat hebben jullie net al gezien, dus ik stop er nu mee. Even een paar. Top, ik heb ook even gezongen, het is zo lekker. Het is gewoon zo'n luxe ding, weet je wel. Dit zouden wij anders gewoon niet kunnen boeken. Wat is het? Volgens mij 2000 euro voor 4 dagen? En 2500 euro voor 4 dagen. Nou, je deelt het door 7 en dan per dag. En dan kom je uit op volgens mij was een 100 euro per persoon per dag, toch? Nee, iets meer. Super veel geld natuurlijk. Ook zeker voor Bali. Het kan veel goedkoper. Maar dit is dus zeg maar de eerste keer zo'n verre vakantie met z'n allen. Zij hebben ook gekozen voor die lange reis waar wij in het begin ook over hebben verteld. Het is gewoon super vet om dit gewoon te kunnen doen. En als het kan, dan kan het. En hierna zitten we gewoon allemaal... Ik zei dat we dit nu hebben kunnen doen. En hierna hebben we gewoon allemaal ons eigen dingetje. En een heel ander budget voor de rest van de verblijven, zeg maar. Maar dit is gewoon super vet. Dit moet je gewoon een keer mee hebben gemaakt. En wij hadden dat ook gewoon nog niet meegemaakt. Zo'n zieke villa. Inmiddels is Sico aan het werk en hij werkt hier zeg maar de 4 weken dat we er zijn. 2 dagen per week, de maandag en de vrijdag. Het is vandaag maandag en hij is aan het werk. En dat doet hij zodat we hier langer kunnen blijven. Een wens van Sico is lang in het buitenland zijn. 1 jaar, 2 jaar. Mijn wens is dat niet. Dus wat we nu gewoon een beetje aan het doen zijn is bijvoorbeeld nu deze keer een maand gaan. En dan kan Sico een beetje kijken hoe dat bevalt en hoe het mij bevalt. En dan hebben we een soort van soft kennismaking daarmee. Wel heel cool natuurlijk en zo. En de uren dat Sico echt aan het werk zijn gewoon volle dagen. Of zeg maar, is gewoon een volle dag. En dan ben ik gewoon een beetje alleen. Wat echt perfect is. Prima. Niks van problemen. Maar ik dacht zo lekker om even mijn spullen uit te pakken. Ik heb zoveel mee. Ik raak gewoon altijd weer helemaal in paniek. Ik moet dit mee, ik moet dat mee, ik moet zoveel mee. Ik heb veel te veel mee. Maar wat wel lekker is, ik ga nu gewoon even alles in de kast doen. Kijk, ik heb gewoon nu al heel veel in de kast zitten. En aan deze kant ook. Maar zeker, het was vol. Maar ik dacht, ik ga dus lekker even alles in die kasten doen. Het zijn namelijk vet grote kasten, ruim. Dus ik heb een goed overzicht. Dus dat was wel heel erg lekker. We zitten hier eigenlijk maar 4 dagen. Dus normaal gesproken laat ik vaak wel een paar dingen in mijn koffer. Maar ik dacht, super chill. Dus dat heb ik nu gedaan. En wat we ook hebben, we reizen ook met... Ja, hier zit nog zo'n spul in. Met handbagagekoffertjes. Oh, zien jullie dat? Nachtlampje hangt daar. Met handbagagekoffers. En...
Die wil ik dus voor de aankomende trip die we nu gaan doen. Want we gaan hierna gaan we naar Nusa Lembongan en Chenigan. Maar als we nu weer hier gaan inpakken, zeg maar, dan ga ik gewoon de dingen die ik voor de Nusa-eilanden aan wil doen, waarschijnlijk gewoon in die handbagagekoffertjes doen. Dan kan die grote koffer dicht blijven. Gewoon echt super relaxed. En dan heb ik gewoon een goed overzicht, weet je wel. En ook met mijn grote koffer heb ik natuurlijk zo'n vak dat achter zo'n rits, achter dat stoffen gaat. Daar ga ik dan dingen in doen die ik gewoon waarschijnlijk nu even niet meer aan ga doen. Een lange tijd. Daar zaten bijvoorbeeld ook al de joggingspak en lange mouwen dingen die ik aan had toen we hierheen gingen reizen. En die heb ik pas ook weer nodig zodra we weer weggaan. Deze. Oh, ik dacht, ik voelde hem al de hele tijd glippen. Ik had jullie bijna ge... hoe heet dat? Geflashed. En de andere zijn er denk ik over 3 kwartier. Dus dat is ook heel erg leuk. We hebben zeg maar heel de villa hier van onze spullen een beetje overal neergezet, toch? Die hebben we nu ook opgeborgen en achter kastjes en, of in kastjes en achter dingetjes gezet. Zodat als zij binnenkomen dat ze dezelfde experience hebben als dat wij hadden. Dus dat het gewoon heel netjes en geweldig is. En niet dat er een zwembroek en een handdoek en zonnebrand overal ligt. En het is weer ongelijk. Ik doe het er maar mee. Dus dat is wel leuk. En nu ga ik dus nog eventjes verder. En ik ben een podcast aan het luisteren ondertussen. En ik was dus in het begin van de vakantie begonnen met een podcast. En ik had het helemaal gedownload. Maar ik heb bijna geen podcast geluisterd. En dat is best wel grappig. Want dat doe ik normaal gesproken elke dag wel een uur of twee of zo. Tijdens eten maken, opruimen, me klaarmaken, me aankleden, wat dan ook, zeg maar. De podcast staat aan. En de podcast is... Nou, dit is vol. Het kan geen toeval zijn. Het gaat over de geheime dienst. Super gezellig. Eigenlijk is het al de volgende dag, maar ik wil toch heel eventjes vertellen hoe het gisteren was gegaan. Want dat was echt super leuk. Want nu ik aan denk en er naar kijk, want hier zie je het staan, word ik weer helemaal vrolijk. Ik ben natuurlijk jarig geweest in deze vakantie. En op een of andere manier was ik dat al een beetje vergeten of zo. Je bent gewoon wel in de vakantiestemming en... I don't know. Ik heb het natuurlijk... Ik heb me wel jarig gevoeld die dag. Maar niet een feestje gehad of mijn familie vrienden gezien natuurlijk. Dus superleuk hier jarig zijn. Maar gewoon, ik was gewoon een beetje vergeten. En dan heb je natuurlijk Marloes. Ik moet er bijna huilen. Dan heb je natuurlijk Marloes. Die heeft gewoon heel veel mensen, waar ik heel veel van hou, ESA berichtjes gestuurd. Want ik word natuurlijk maar 1 keer 30. En ze zei van... ze kwam opeens binnenlopen bij mijn kamer. En zei ze, ik heb toch een cadeautje voor je. De camera viel even uit. Inmiddels ook weer minder aan het huilen. Maar zij heeft dus van heel veel mensen die heel belangrijk voor mij zijn, heeft zij berichtjes gestuurd met... Hey, ik ga kaartjes meenemen naar ME. Stuur even wat foto's en een tekst. En nou, bijvoorbeeld van Romane. Van Danielle. Kijk, hele jonge ME. Allemaal tekst. En dan van Lara met mega veel tekst. Zo lief. Van Whitney. Ook allemaal zo lief. Van Leo. Van Marloes zelf ook nog. En dan had ze en deze kaart en nog haar eigen kaart. En dan een verjaardagscadeautje. Wat super fucking leuk is, zou ik zo wel zeggen. Kijk, van mijn vader. Nou moet ik weer bijna. Van mijn ouders. En dan zeg maar allebei. Zo'n typisch verhaal wat zo lief is. Die andere zou ik niet voorlezen of zo. Want dat zit ook gewoon persoonlijke dingen in. En lieve dingen en wat dan ook. Maar onder andere van mijn vader. Van mijn vader, voor hem mee, alweer 30 jaar mijn trots, mijn mighty, dat is mijn bijnaam, in al de betekenissen van het woord, maar ook een verbastering van het woord meisie. Ik hou van jou en zal het altijd blijven doen. Blijf jezelf, blijf groeien. Ja. Ik hoop nog heel lang jouw vader te zijn. Nou, fucking lief. En dan mijn moeder. Ook superleuke foto's. En dan heeft ze van het afgelopen jaar een aantal hoogtepunten. Jezus Christus. Oké, nu is het klaar. Een aantal hoogtepunten benoemd. En die waren echt superleuk. Daar moest ik echt van lachen. En hoe ze mij dan omschrijft, vind ik zo lief.
En ja, nou, echt geweldig. Dus die heb ik gisteren gekregen. Janken. Daarna ging ik naar bed. Weer gelezen en weer janken. En toen heb ik ze hier dus op het hoofdbord gezet. Dus ik heb ermee getukt. En ja, van Zico heb ik trouwens ook een kaart gekregen. Maar die heeft hij zelf gedaan. Dat heeft hij niet met Marloes of zo besproken. Maar een foto van ons met tekst aan de achterkant ook. Nou ja, dus het was weer even helemaal leuk gisteren. En gisteren moest Zico eigenlijk ook gewoon werken. Dus dat was eigenlijk best wel heel vervelend voor hem en zijn familie. Want ze komen aan en toen was Zico volgens mij net een uurtje aan het werk. En moest hij dus nog echt tot middernacht. En die andere had natuurlijk gereisd, dus iedereen is gewoon even lekker gaan eten. En hebben we de kamer bekeken, we hebben gewoon gekletst over hoe hun reis was en zo. Dus we hebben gewoon gezellig gewoon gezeten met elkaar. En nu gaan Zico en ik samen... In de vlog van morgen. Bedankt voor het kijken. Mocht je hier zijn gekomen, doe maar even aan het woord kaartje. Want echt, kaartjes, ze doen nog steeds wat met me. Nu het digitale tijdperk is het gewoon appies, bellen en et cetera. Maar zo'n kaart met van die oude foto's en dat je erover nadenkt om tekst te schrijven. Fucking nice. Oké, bedankt voor het kijken en tot morgen. Want vandaag reis ik en ik 5 jaar samen. Dus dat was de vlog van morgen.